Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een niet al te ingewikkelde video, maar jullie weten hoe simpeler de knutsels, hoe leuker ik ze vind. Zeker als ze een heel leuk eindresultaat hebben. Nou, en dat heeft deze video. Want ik ga namelijk aan jullie laten zien hoe je van dit simpele eikeltje deze superleuke tol kunt maken. Moet je eens kijken. Gaaf, hè? Nou, dit is dus helemaal niet zo ingewikkeld. Misschien kun je het eigenlijk gewoon al zien. Ik ga namelijk even een kleine cocktailprikker in deze eikel steken. En dat doe ik aan de bovenkant. Dus daar waar het eikeldopje heeft gezeten. Nou, dat stukje is altijd best wel even hard. Dus dan moet je voorzichtig prikken. Maar wel een beetje met kracht. En probeer dat zoveel mogelijk in het midden te doen. Want als je hem helemaal in het midden hebt, dan draait je tol het allerbest. Zo. Ik heb alvast een gaatje. Ik draai mijn eikeltje er nog een klein beetje verder in, zodat hij lekker stevig zit. Tada! Nou, eigenlijk is de tol nu al klaar. Maar ja, hij ziet er natuurlijk nu nog wel een beetje saai uit. Dus ik ga hem eerst nog even versieren. En dat ga ik doen met van die permanent markers. Je kunt het ook doen met verf, maar dan duurt het iets langer voordat dat droog is. Dus met deze stifter ga ik een mooi patroontje op mijn tol tekenen. Zo. Zo. Nou, mijn versiering is klaar. Ik laat van deze de inkt nog even drogen. En ondertussen haal ik mijn eerder gemaakte tol hier even weg. En dan kan ik die in de tussentijd ook nog even aan jullie demonstreren. Ziet er cool uit zo, toch? Nou, en het is ook nog eens super leuk om met deze eikeltollen te spelen. Ik hoop in ieder geval dat jij het weer een leuke video vond. Zo ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En mocht je nou benieuwd zijn naar nog meer leuke dingen die je met eikels kunt doen, check dan even het linkje daar, want dan kom je op ons blog terecht en dan vind je allerlei toffe knutselideeën met eikels. Nou, ik zie je de volgende video weer. Hoi!